En ook vandaag hebben we Pieter Jan uitgestuurd. Pieter Jan de Smet is dat natuurlijk. In Antwerpen vindt op dit moment een Antwerps kopstukkendebat plaats in de Roma. Georganiseerd door de lokale tv-zender ATV en de Gazet van Antwerpen. Pieter Jan, hoe is de sfeer daar? Ja, veel volk hier, Anneliese, voor dit kopstukkendebat. En ja, Antwerpen is natuurlijk een belangrijke kieskring, veel zetels te verdelen. Mevrouw Homans is hier, mevrouw Genee, meneer De Winter en ook Bart Somers van Open VLD. Die kondigde al langzaam dat hij graag terug minister wil worden. En vlak voor het debat hebben we even met hem kunnen praten. We gaan eens kijken. Meneer Somers, hier achter u gaat dadelijk het debat beginnen. Hoe wil u zich vanavond onderscheiden van uw concurrenten? Wat heeft u te bieden dat de anderen niet hebben? Ja, ik denk drie zaken. Eerst en vooral een positieve kijk op de samenleving. Ik geloof heel sterk in een positieve aanpak die partijen bij elkaar brengt. Ten tweede is voor ons economie, de werkstelling heel belangrijk. Centraal is de grote uitdaging, jobs creëren. En niet opnieuw voor maanden gaan onderhandelen, maar snel eraan beginnen. En tenslotte een antwoord op de samenlevingsproblemen. Ja, dat is hoe u zich hier in de markt wil zetten. U heeft wel nog veel werk, meneer Somers, want in de peiling van Gazet van Antwerpen halen jullie 8%. Alleen PvdA is kleiner dan jullie. Dat moet pijn doen. Ja, Antwerpen is de moeilijkste provincie voor ons. Dat was geen goed resultaat. Dat moet beter. Hè. De verkiezingen zijn op 26 mei. Dat was ook iets heel positief. Namelijk dat heel veel mensen toch wel heel veel respect hadden en bewondering hadden. En zich konden herkennen in mijn aanpak. Hè. Van alle kandidaten was ik daar denk ik de tweede meest gerespecteerde. En dat maar wat maakt dat uw partij hier zo weinig aantrek heeft in de kieskring? Ja, dat is historisch zo. De stad Antwerpen is moeilijk. Ik denk dat we bijvoorbeeld in het zuiden van onze provincie het heel goed doen. Maar de stad Antwerpen, die heel groot is, ja, daar staat Open VLD historisch eerder zwak. U persoonlijk scoort inderdaad goed 45% van de Antwerpenaren. Ziet u ook als minister-president op twee na meneer De Wever. Waarom doet u geen gooi naar dat minister-presidentschap? Durft u die strijd niet goed aangaan met meneer De Wever? Nee, maar ik vind dat voor mij niet aan de orde is. Ik wil in die vraag. Waarom niet? Omdat mijn partij in deze provincie 10% haalt. En ik hoop nog iets meer met de verkiezingen zelf. Dus ik denk dat het veel zinvoller is dat je rond inhoud werkt. En dat echt de inzet moet zijn van de verkiezingen. Hoe zorgen we ervoor dat het veilig is in onze samenleving, maar tegelijkertijd dat we ook een oplossing vinden voor de diversiteit, dat we een inclusieve aanpak kunnen realiseren. Zoals ik dat de voorbije 18 jaar in Mechelen met succes heb gedaan, denk ik dat vandaag Vlaanderen een echte scheut Mechels beleid kan gebruiken om die samenlevingsproblemen eindelijk op te lossen en daarin vooruitgang te boeken. Dat wil u doen als een soort minister van samenleven dan, dat is uw voorstel. Ik wil het proberen, het Mechelse beleid, die Mechelse aanpak, die constructief is, die lijnen trekt, maar ook inclusief is, die zou ik heel graag uitrollen in Vlaanderen. Ben ik daar zelf sterk in geloof, dat de juiste aanpak is om het te doen. Laat ons dat even concreet maken, want bijvoorbeeld, u bent ook tegen een hoofddoekenverbod aan een loket. Zal u dat als minister ook uitdragen? Want uw voorzitter bijvoorbeeld is voor zo'n verbod. Onze partij is heel duidelijk, zegt dat een lokale beslissing is. Ik ga vooral proberen niet met te veel symbolen te werken. Maar als minister van Samenleving is dat toch wel een belangrijk punt. Wat is het standpunt van Open VLD hierin? Het standpunt van Open VLD is dat lokale besturen daar zelf moeten kunnen over beslissen. En als minister van Samenleving, als ik dat zou kunnen worden, als ik in die regering die verantwoordelijkheid krijg van de kiezers, dan zou ik me vooral bezighouden minder met symbolen, maar met de echte vooruitgang. Wij zijn vandaag de dag veel te veel bezig met te zoeken naar wat ons verdeelt. Ik denk dat we dit moeten gaan zoeken wat ons bindt. Dat we niet minder naast elkaar, met elkaar leven. Dat we ook gelijke kansen creëren. U noemt het een symbool, maar eigenlijk is uw partij daar heel erg over verdeeld. En daarom kan u zich daar nu niet over uitspreken. In onze partij bestaat daar discussie over, zoals in alle andere partijen. Ik heb daar zelf een uitgesproken mening over. Maar nogmaals, als je de samenleving vooruitgang wilt laten boeken, dan mag je niet blijven parkeren op die symbooldossiers. Maar moet je in het leven van mensen vooruitgang boeken. Zorg dat er meer mensen met een diploma afstuderen. Dat je zorgt dat op de arbeidsmarkt meer mensen kansen krijgen. Maar op de vraag van de hoofddoek wil je niet antwoorden, dat is duidelijk. Nu, ja. Ik ben daar zelf heel duidelijk in. In mijn stad is er geen hoofddoekenverbod. En ik denk ook niet dat dat een goede aanpak is. Maar het standpunt van Open VLD is niet meteen duidelijk. Maar we moeten doorgaan, want onze tijd is beperkt. Zou u het mogelijk achten om minister van Samenleven te worden met dat Mechels model onder bijvoorbeeld minister-president meneer De Wever? Ik heb in Mechelen met alle partijen bestuurd de voorbije 18 jaar. Met de N-VA, met SPA, met Groen, met CD&V. En dat is altijd goed gegaan. Zolang dat het beleid kon uitgezet worden. Dus u ziet dat zitten? Volgens de krachtlijnen van mijn partij. Dus u ziet dat zitten? Ik geloof in samenwerken. Ik vind dat er veel te veel vetels gesteld worden tegen elkaar. Dus ik denk dat partijen meer moeten samenwerken. Dat de inzet is ook eens van een goed beleid. Dat je leert samenwerken met andere partijen.
Wat wel opvalt, meneer Somers, u bent nu verkozen als burgemeester van Mechelen. U bent dat natuurlijk al een aantal jaren. U wil minister worden. Meneer Tommelijn is verkozen in Oostende. Die wil wel graag voorzitter worden. Mevrouw Rutte wou zo graag Aarschot. Nu wil ze premier worden. Ja, wat moeten de mensen daar nu van denken? Wel, ik denk dat ik daar heel duidelijk in geweest ben voor de verkiezingen ook. Ik ben inderdaad 18 jaar burgemeester. Ik heb aan niemand beloofd. Ik ben daar ook heel uitdrukkelijk in geweest dat ik niet kan garanderen dat ik 6 jaar burgemeester zou blijven. Als ik de peiling heb gezien, dan vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Dat... Ja, maar mevrouw Rutte, meneer Tommelijn, zijn jullie allemaal... Het ging een campagne over inhoud worden bij jullie. Het gaat nu vooral over de posities. Wat vindt u van mevrouw Rutte naar Demarche nu? Dus eerst en vooral, meneer Tommelijn heeft de ambitie om burgemeester te blijven in Oostende. Die is daar ook heel duidelijk in. En mevrouw Rutte, kijk, wij leiden op dit moment het land met de liberalen. Als de kiezer, er zijn geen kanseliersverkiezingen, maar als de kiezer de kans geeft aan de liberalen om dit land te blijven leiden, en ik hoop dat dat ook zo zal zijn, en men vraagt aan mevrouw Rutte, ben jij een goede kandidaat? Dan heeft hij natuurlijk ja te zeggen, want zij is ook een goede kandidaat daarvoor. Waarom steunen jullie niet premier Michel? Want hij is nog altijd heel populair, ook hier in de provincie Antwerpen blijkt. Ja, maar Charles Michel is ook een zeer goede kandidaat, eerste minister. Maar als de kans komt dat VLD dat kan doen, we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Misschien is het moment om dit land eens te laten besturen door een vrouw. Oké, we moeten hier afronden. Dank u wel voor uw tijd. Zo, je hoort het, Anneliese. Bart Somers beseft dat de peiling voor zijn partij hier in Antwerpen niet goed is, maar hij trekt zich op aan zijn persoonlijk resultaat. Dat is wel goed. We zijn benieuwd hoe dit hier zal uitdraaien in de komende korte periode die nog rest.